Binnenkort biometrische ID-kaarten. Vastlegging immaterieel cultureel erfgoed en vergunning en beleid gestaakt bij straatmarkt Toertonnelaan. Binnenkort krijgt de Surinaamse samenleving biometrische ID-kaarten. Biometrie is het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals bijvoorbeeld iemands oogpatroon en vingerafdruk. Dit is dus bij uitstek geschikt om iemands identiteit met zekerheid vast te stellen voor bijvoorbeeld financiële transacties. Ik vind het een heel goed idee, maar ze moeten wel erop letten. Zeg dat men niet gaat frauderen met ID-kaarten, weet u wel? Ja, wat vind ik ervan? Kijk, alles dat de burger weet en goede komt, en de overheid staat erachter en de overheid is er zorgvuldig mee, dan is het goed. Er is natuurlijk ook wel een zekere mate van privacybewustzijn. En het is te hopen dat vingerafdrukken dan niet gemanipuleerd worden. En dat er geen oneigenlijke databank wordt opgezet, terwijl mensen daar geen controle over hebben. Ik vind het uitstekend en het zal in de toekomst alleen maar beter zijn, heb je minder problemen met de mensen in het buitenland. Officieel goed geregistreerd. Ik ben wel voorstander van vooruitgang, in dit geval is dat hem. En ik kon niet van lopen rijden, dus in dit geval vind ik hem wel goed. Ah, ik vind als dat zou gebeuren, zou het goed zijn. Als het iets is waar we bijvoorbeeld, hoe zeg je dat, tijd mee kunnen winnen, weet je, efficiënter mee kunnen omgaan, is het prima. Zolang er dingen zijn die maken dat je geen lange wachttijden hebt, weet je, al die lange beren dingetjes. Kijk, als je zegt, je hebt geen uitreksel meer nodig, dat is handig. Je houdt de NSRD over, je wint tijd. Dat is allemaal goed als je het mij vraagt, hoor. Ik loop met 1000 passen. Snap je? Dus als je me één keer in één kan krijgen, vind ik hem goed. Ik bedoel, die persoon die met het idee gekomen is, zo zie je dat elk Surinamer een bijdrage moet leveren om dit land tot grote hoogste te brengen. Aangezien er vrij regelmatig gefraudeerd wordt met bestaande identificatiemiddelen, wordt de roep om een fraudebestendige identificatie steeds luider. Biometrische ID-kaarten voldoen aan internationale veiligheids- en kwaliteitsstandaarden. De huidige worden gemaakt op PVC-materiaal en de nieuwe die komen die is polycarbonaat. Het is duurzamer in gebruik en in kwaliteit. De mensen in de districten, voor hun is het wat kostenbesparend, omdat ze niet meer hoeven af te reizen naar het hoofdkantoor, wat de huidige status nu is. Ze gaan gewoon naar hun eigen bureau voor burgerzaken, waar ze dan de aanvraag indienen voor een ID-kaart. De productie, het vervaardigen, dat wordt centraal gedaan. Het wordt aangemaakt op de afdeling identiteit en teruggestuurd naar het bureau. Dus ook het afhalen doen ze in hun district zelf. Alle informatie dat niet zichtbaar is op een biometrische ID-kaart is opgeslagen in een chip welke erin verwerkt is. Aanpassingen aan burgerinformatie zal dan digitaal toegevoegd worden. Het ID-kaartenproject is een onderdeel van wat we bij e-government noemen het Secured Identification Project. Het is dus eigenlijk groter dan alleen maar identiteitskaarten die door CBB worden gemaakt. In tijd gaan we met hetzelfde platform gaan we ook naar rijbewijzen, maar ook naar andersoortige documenten als paspoorten en wapenpasjes. Alle informatie die wordt opgeslagen in de datacenter van de overheid. Het systeem draait helemaal om veiligheid. Ook wat heel belangrijk ding dat ik vergeten ben te zeggen is dat iedereen die werkt in het systeem ook zichzelf moet authenticeren met niet alleen met een password, maar ook met een speciale smartcard die aangemaakt gaat worden voor de employees en hun vinger. Dus het kan niet zijn dat iemand met verlof was en dat er iets vreemds gebeurd is met kaarten en dat die kan zeggen van ja, maar ik was er niet, maar ik had bijvoorbeeld mijn wachtwoord aangelaten op mijn PC. Het is een totaal beveiligde infrastructuur waardoor
men zich niet bang hoeft te maken voor fraude, maar ook dat er vreemde dingen met data gaan gebeuren. De geldigheidsduur van de biometrische kaarten is 5 jaar. Er is gekozen om in zee te gaan met het servicebedrijf Flatacom voor de aanlevering van de software, omdat zij het enige instituut zijn welke het volledig systeem verkocht aan Suriname in plaats van licenties. Dit betekent dat Surinaamse data beheerd wordt door Suriname. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het programma Vergrootglas op Gov TV. De culturele vereniging Kifoko heeft een exemplaar van haar onderzoeksresultaat Dendron Taki overhandigd aan de directeur van cultuur Elvira Sandy. Kifoko heeft daarmee een bijdrage geleverd aan het immaterieel cultureel erfgoed van Suriname. Immaterieel cultureel erfgoed zijn de niet tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. Bij de overhandiging van zo'n productie, dan bied je de overheid mogelijkheden om via hun infrastructuur, hun netwerk, en dan praat ik in dit geval over het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, waar we dus het scholennetwerk op verschillende niveaus hebben, dan hebben we met dit product hebben we de gelegenheid om de totale samenleving deelgenoot ervan te maken. Niet alleen maar kennis te doen nemen van die productie, van datgene wat is neergezet in deze documentaire, maar ook binnen het curriculum te kunnen opnemen als vast onderdeel van het lesmateriaal. En dat is eigenlijk waar wij als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor staan, namelijk dat wij binnen het onderwijs zoveel mogelijk de verbinding met onze cultureel erfgoed, ons cultureel erfgoed moeten leggen. Daarom is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En deze productie geeft ons dus een duidelijk hulpmiddel. Het is een professionele, het is door deskundigen gemaakt die bekend zijn met de cultuur. En die op deze manier dan die kennis overdragen. In 2017 heeft het directoraat cultuur aan de wereld verkondigd bescherming, bevordering en conservering van ons immaterieel cultureel erfgoed. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. Ja, het is inderdaad een nieuwe weg, ja. Want waar het accent de afgelopen jaren meer op is geweest, is de ontwikkeling van buitenschoolse, naschoolse activiteiten. Dat je inderdaad bij NOLA, bij de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur terecht kon en kan nog steeds, om dus bij CCS, Volksmuziekschool, om dus buiten het formeel onderwijs, cultuur onderwijs te krijgen. En wat we nu moeten doen, want ik noem AHKCO, maar dat is natuurlijk op tertiair niveau. De uitdaging en het nieuwe is dus dat we met deze productie vanaf de basisschool, vanaf de kleuters kunnen bezig zijn om hun aanschouwelijk materiaal te bieden. En ik heb daarom aan onze partner Kifoko ook gelijk voorgehouden dat we verder moeten. Die documentaire is één, maar de verdere vertaalslag naar onze jongeren, naar onze kinderen binnen het onderwijs, dat moet verruimd worden. En het kan verruimd worden op basis van deze documentaire door lesbrieven, door workshops tijdens schooltijd. Dus er zijn een aantal mogelijkheden buiten dus dit moment. En daar moeten we voor gaan. Daar moeten we samen voor gaan. Dendron Taki bijvoorbeeld. Adesso Taki, ik kan pedon naar een mofu. Den klank ik kan pedon naar een mofu. Voor de disma kan pedon vrij naar een mofu. Dus met andere woorden, Taki adron et Taki. En attack dat sevi im leren, saben fosi im play adron. Boom fasi. If je plein zonder je sabat Taki. Zonder je sabi den klank naar een sande. Dat je dwee maar je nog basabien eten.
dan de sandis meki u kona idee taki kon lek de sandis pas kom ek wan film fing en a film olibi langa en da furus makansing dus u wani meki moros ma sab de sandis en dat den saben dat den sal lobby en tufu teken u for fu duengo doro moro fara for ade jongo. Met het project Dendron Taki heeft Kifoko het bewijs geleverd van doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen. De vereniging Belangenbehartiging Standhouder Straatmarkt Toer Tonnelaan, in de volksmond bekend als de Vlooienmarkt, is opgericht in 2012 met als doel om de belangen te behartigen van de leden en hen meer zekerheid te bieden. Vanaf toen zijn de mensen die hier staan, de leden van de vereniging, zijn dan vergunningplichtig. Iedereen die hier wil staan, die kan alleen met toestemming van het bestuur van de vereniging vergunning aanvragen voor hier. Ondertussen hebben we de zedelijke erkenning van de president ook dat wij hier Toer Tonnelaan markt kunnen draaien en beheren als bestuur. Om in aanmerking te komen voor een plek hier, dan moeten we, gaan wij als bestuur na waar een open plek is. En dat kunnen we volgens de administratie even natrekken. Maar ook in de praktijk, want wat in de administratie staat, hoeft niet altijd overeen te komen met de praktijk. Want je hebt mensen, je hebt open plekken die bezet worden door illegalen. Dus dan moeten we, en daar hebben we ook weer de samenwerking nodig met de bestuursorganen, waaronder ook de DC. In plaats dat ik thuis zit en niks zeg, ben ik hier, daar verdien ik wel wat. Want alles is zo duur niet, dus dacht je van laat me toch hier zitten staan en naar mensen kijken, krijg ik meer mensen, meer. Ik ken veel mensen, laat me dat zeggen, van de markt. Al ken ik niet bij naam, maar voor mensen die me zien, ze lachen zo met me, ze praten met me. Dat, als ik ergens aan moet, dan groet ik, ken je me nou van de markt en zo. Als ik thuis zit, verdien ik niets, maar hier koop ik goedkope emmers ook, verkoop ik 3 voor 10 als het deed. Maar het gaat wel. Ik vind het leuk. Het is, dit is mijn inkomen. En ik ontmoet mensen. Ik leer heel veel. Mensen komen weer terug. En als ik een zondag niet kom, dan missen ze me lekker. De Vlooienmarkt werd voorheen op een terrein aan de Toer Tonnelaan gehouden. Uiteindelijk kwamen er steeds meer standhouders in de buurt van de markt hun stand opzetten. Echter hadden ze hier geen vergunning voor. De districtscommissaris is sinds kort gestart met een vergunningenbeleid. Wat je nu hebt gehad is een beetje een stukje wildgroei. Waarbij het eigenlijk ook al buiten zijn voegen gegaan is. Buiten de controle armen gegaan is van de organisatie zelf. Toch, mensen willen niet meer gehoorzaam zijn aan de organisatie die ervoor gezorgd heeft dat daar de ruimte is. Toch? En je hebt dagelijks, elke zondagochtend heb je soms een gehaal en getrek van mensen die gewoon op plekken van anderen komen te staan. Dus wij hadden gemeend om eigenlijk iedereen een vergunning te geven. Toch om zodoende dat iedereen een plek toegewezen krijgt waar hij of zij staat om zijn ding te doen. Dat proces gaan we nu wel afmaken in de komende periode, want er zijn andere mensen bijgekomen, anderen zijn verhuisd enzovoorts. Dus dat gaan we wel afmaken. Maar alleen moet de organisatie een beetje beter van zich gaan afbeten naar de mensen toe. Toch? Ik begrijp wel dat je geen papieren tegen kan zijn. Toch? En dat ook dan ook, wij ook een beroep gaan doen op de politie. Toch? En ook bestuursambtenaren inzetten om dat gedeelte een beetje te enforcen. Want er moet ergens een leiding zijn. Toch? Er moet een aanspreekpunt zijn, er moet een leiding zijn, er moeten instructies zijn. Waaraan mensen zich moeten houden. Maar het is een beetje schering en inslag waarbij mensen eigenlijk willen gaan naar het overvloedige van het losbandige en eigenlijk de leiding willen bagatelliseren. En dat moet eventjes een beetje rechtgetrokken worden. Ik kom speciaal hier om dingen te kopen voor de zwervers, voor de minder bedeelden. Je kan een hoop schoolkleding hier zo krijgen. Je kan werkkleding hier zo. Je kan machine, je kan boormachine, je kan van alles hier kopen. Je ziet duidelijk dat jonge moeders hier het initiatief nemen. Je ziet mannen gaan hengelen en die komen met verse vis aan de man. De vereniging heeft de opruimwerkzaamheden na elke marktdag gedeeltelijk op zich genomen. Het wordt bekostigd uit de contributiegelden van de leden.
Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.